Momenteel zijn we bezig met het afronden van de betonwerken. Het is bijna klaar en deze zomer zal voor het water toegelaten worden in de twee bouwkuipen. En daarmee zijn we klaar voor de volgende stap in het bouwwerk. En op weg naar de eerste schepen in 2023 door de nieuwe sluis hier in Terneuzen. De nieuwe sluis van Terneuzen, daar berichten we vaker over, maar het is dan ook het grootste bouwproject in onze regio en de belangrijkste ontwikkeling voor onze haven voor de komende decennia. Momenteel zijn we bezig met de sloop van de middensluis, de aanleg van de dienstenhaven en we zijn begonnen met de bouw van het bediengebouw. Dat is de ruimte waar straks de nieuwe sluis vanuit bediend gaat worden. En over een maand verwachten wij de aankomst van de deuren en bruggen. Die zijn gebouwd in China en zijn onderweg nu naar Nederland. Het bouwen dat al in 2017 begon, gaat dus gestaag door. Maar waarom komt die nieuwe sluis er ook alweer? En waarom is die zo belangrijk voor onze haven? Die nieuwe zeesluis is voor ons heel belangrijk omdat vanuit de Westerschelde de toegang naar ons havengebied in Gent en Terneuzen enorm zal verbeteren. Maar ook voor de doorvaart, voor de binnenvaartschepen, zal ze op de corridor tussen Rotterdam en Noord-Frankrijk een enorme impuls geven. En uiteindelijk zullen we op basis daarvan nieuwe investeerders kunnen aantrekken, nieuwe ladingstromen aantrekken en voor de mensen in de regio bijkomende jobs creëren. De nieuwe sluis van Terneuzen. Er wordt nog steeds hard aan gewerkt. Maar het einde nadert en ergens in 2023 zal het eerste schip erdoor varen. En dan kan North Sea Port dus grote en diepere schepen op het kanaal ontvangen. En vlotter meer binnenvaart in- en uitlaten. Maar met de opening van de sluis is nog niet alles geregeld. Deze sluis bouwen we voor 100 jaar en dat is best lang natuurlijk. Maar we hopen toch van bij de opening de langere en bredere schepen binnen te krijgen. En als we dan kijken op iets langere termijn, richting 2025, richting 2030, dan kunnen we met een paar kleine aanpassingen aan het kanaal ook die langere en bredere schepen tot in Gent krijgen en misschien de iets diepere al onmiddellijk achter de sluis gaan lossen. En dat biedt ons een enorm perspectief waar we ook naar uitkijken. Ook op vlak van het klimaat kan deze sluis ons nieuwe troeven geven. Het feit dat grotere schepen kunnen komen, betekent dat je met minder schepen kan komen en dat je dus ook minder uitstoot zal hebben. Maar ook een betere doorstroming zal ervoor zorgen dat schepen minder lang moeten liggen wachten, sneller kunnen doorvaren en ook op dat vlak minder uitstoten. En zeker in de klimaatproblematiek van vandaag is dat een bijkomende troef. In China zijn onlangs de enorme deuren en bruggen van de sluis op een gigantisch schip geladen, dat nu onze kant opvaart. Volgende maand verwachten we de aankomst van het grote transportschip met daarop 4 deuren en 2 bruggen. En die vaart straks de Westerschelde op. Dat wordt een spektakel om te zien. Het schip zal dan afmeren in Vlissingen-Oost. En vandaar gaan de bruggen en deuren op transport door de Westsluis naar de kanaalzone. En uiteindelijk zullen ze dan later dit jaar geïnstalleerd gaan worden in de nieuwe sluis.